Suriname moet veel werk verzetten als het effectief wil zijn tegen witwassen, terrorisme, financiering en proliferatie. Dit blijkt uit een recent Mutual Evaluation Report, MER, van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF. Gisteren heeft justitieminister Kenneth Amoxie samen met deskundigen die zich bezighouden met de aanbevelingen van de CFATF een persconferentie belegd. De bewindsman zegt dat het rapport ook aandacht vraagt voor ordening van verschillende sectoren, zoals de hout- en goudsector. ANRA, stel vast ook een rapport, sorry, dat om ons focus ook toe. Toch, dat nou een winst aan niet. Drugsbestrijding, export voor Oedo, om Lukumoro voor innen, betere belasting. Een goudsector ook toe, moest herstructureren moro, om sap te agoto, ego landi moest man bij agoto. En mij betak ook toe over inbeslagname. Voor Sanisan, Kota Kitesma, Furu, Teleman Fones, Den Sansan, Landi FNI, dat die aan onderzoek dat die moest doen worden, zodat we ondermijning kunnen tackelen. De minister merkt verder op dat er naar gewerkt moet worden dat goederen afkomstig uit misdrijven in beslag genomen en verbeurd verklaard kunnen worden. Volgens Gangadin Algu van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie is het niet goed dat Suriname laag heeft gescoord in het evaluatierapport. Dus daar is Suriname voor wat betreft de immediate outcome laag gescoord. Dus om eigenlijk uit de situatie te geraken, zijn er dus een aantal mogelijkheden. En dat is dus eigenlijk aandacht besteden aan de meest belangrijke actiepunten die in 2023 ondernomen moeten worden. En dat is dus, er zijn dus namelijk 6 recommendaties die heel belangrijk zijn. Dat noemen ze ook wel de Big Six. Het gaat om money laundering offenses, terrorist financing offenses, targeted financial sanctions. En dan praten we ook over record keeping en reporting of suspicious transactions en customer due diligence. Ik moet u zeggen dat we van de 6 recommendations 3 kunnen sluiten. We hoeven ons in 2033 nog niet zoveel zorgen over te maken. Suriname gaat significante stappen moeten zetten om een betere imago te verwerven, meent Algu. De bedoeling is dat Suriname nu al zaken aanpakt waarmee de autoriteiten en stakeholders zelf gelijk te werk kunnen gaan. Hiernaast kan assistentie worden ingeroepen van buitenlandse justitiële organisaties. Als dusdanig wordt gewerkt, kan binnen een jaar of 3 aanzienlijke successen worden geboekt. Aldus Algu.